Kuvo is een mooi mens, goud eerlijk en een hart voor de club ook. Hij heeft zichzelf heel erg hier op de kaart gezet. Hij wordt gewaardeerd door iedereen hier. Ja, en hij is tot het hoogtepunt gebleven. Hè? Ja, daar heeft niemand gedacht natuurlijk dat hij kan, dat je kampioen van Nederland werd. Goed gedaan, Kuvo met de rug naar het doel en scorend. Wat een prachtige goal van Blaise Kuvo. En Kuvo die kan schieten en scoren. 3-3. Kuvo, jawel. Dan heeft hij zijn doelpunt dus toch snel te pakken, Blaise Kuvo. Kuvo, prachtige goal. Oh, mooie voorzet. Kuvo zelf, Kuvo, prima goal. Blaise Kuvo, dit is weer zo'n Twente-actie. Waarvan de ploeg zelf al de indruk geeft dat hij toch wel komt. En zie daar, daar is hij. Blaise Kuvo, nummer 5 van dit seizoen. Ja, hij was er in één keer. En niemand wist wat er kwam. Een grote spits. Was met veel bombardie eigenlijk wel gekomen. Destijds de voorzitter zei ik van, we halen hem op. Vervolgens reden ze terug, kwam die niet. En uiteindelijk hadden ze hem toch wel weer opgehaald en kwam die wel. Toen was Blaise en Kuvo in Enschede. Ja. De aftrap is verricht door RBC in de wedstrijd tegen FC Twente. Dat vol verwachting aan dit seizoen 2003-2004 begint. Polak. Kuvo. Je schrijft eigenlijk en Kuvo, maar hij geeft er de voorkeur aan om Kuvo te worden genoemd. Dat is een voetbalreiziger. En een met mogelijkheden. Hier de vrije trap op een interessante plek na de overtreding van Sunday Olise. This option was basically the one I had at the time. And for me, I'm also someone I like to take initiative risk. Before moving to Bundesliga, I chose to play in second Bundesliga. And I was saying myself that okay, I need two years. Then I can play in Bundesliga, and that's what I did. After 18 months, I could join a Bundesliga club, and for me, that was a little bit also the case coming in Netherlands. I had also a plan, playing 2-3 seasons, and then making another step. Yes. Kwam ze zelf met die vrije trap, zoeken naar de koppers, zoals Christensen, en daar is Kuvo. Pothuizen en dan wordt er een vrije trap gegeven aan RBC. Your first match was against RBC. Yeah. You made a goal. You scored. Yeah, I think that was my first goal. An assist from Ramsey, if I remember well. Yeah, you know, when you join a new team, it's very important to make impact. And as a striker, for sure, definitely, our goal help for the future. Ramsey kan het helemaal afmaken. Gunt het aan Kuvo. Maar zo makkelijk is dat nog niet. Kuvo, ja, raak. 3-1 in de extra tijd. En zo heeft hij toch zijn doelpunt te pakken. Zeer sociaal wat Ramsey hier doet. Hij gaat niet voor eigen succes. Gunt het Kuvo en die rond het beheerst af. I didn't know anybody except the president, of course, and the coach actually. Do you remember some names now from your first period? Of course. I mean, with Jeroen, Sommer. A bunch of guys. But yeah, I give you already 2-3 years. Yeah. Nou, ik had wel een goede band met Blaise. Ik kon wel goed met hem praten. Hij zei ook nooit zoveel. Maar gewoon rustig praten, ook wel over voetbal en over andere dingen. Hij was wel meer in zichzelf bezig met boeken lezen, dat soort dingen.
soms denk je wel eens van, als een spits komt en ze halen iemand op laatst, dan denk je van, oh, die zal wel wat extra's hebben. Maar ik had op dat moment niet het gevoel dat hij wat extra's had. Dan heeft Twente eindelijk de bal. En Kufo zelf. Op de paal. Ja, het is een spits hoor. Van der Rijk heeft groot gelijk dat hij hem opstelt, ondanks die blessure aan zijn hand. Ja, maar zo heb ik heb zoals andere spelers meegemaakt en die kwamen dan ook die kwamen dan eerst op proef en dan denk je van, oh, die doen helemaal niks en die kunnen er helemaal niks van. Die schiet de bal overal in en toen waren we de eerste wedstrijd en die schiet de bal gelijk in de kruising en je wint die wedstrijd. Ja, en dat is ook iets met, denk ik, met Blaise ook. Die was tijdens trainingen, vond ik dan in het begin niet zo, maar in wedstrijden is altijd anders en dan kom je het vanzelf en dan op een gegeven moment ja, gaat hij wel scoren en blijft hij scoren. Ja. En dat is mooi voor hem. Zoekt Collins John. Mooi gegeven door Collins John en Kufo. En Kufo 3-0. Het is definitief beslist. Zo makkelijk hoe FC Twente weer door die verdediging heen kan snijden. Lessen en Kufo. Zet zelf de aanval op. John doet dit natuurlijk fantastisch. Dan is het simpel afmaken voor de spits. 3-0. You really made name in the Netherlands when you scored against Ajax in Feyenoord in December. Yeah. Do you remember that period? I do. It was before that. It was a period I could not score, and I had a conversation with the coach back in the time, and he was helping me to deal with this situation. And then I started to be more confident and more free. With also my teammates, with the trust they were giving me, and slowly I start to realize that, oh, I can make impact, yes. En Kufo, geen buitenspel. En die maakt de 1-0. Counter van FC Twente. Blaise Kufo maakt zijn zesde doelpunt voor FC Twente. Kufo. Kapt hem uit en dan door de benen van Sves de Kufo. Wat een doelpunt! Wat een doelpunt van Blaise de Kufo en wat een zegening voor Twente. Goeie voorzet. Kopbal Collins John, schot Kufo en weer Kufo. 1-0. Kufo met SQD. Nog altijd Kufo. Geweldig! Blaise en Kufo. Formidabel. Wat een goal! Oh, hij was wel snel populair. Vooral na die goals tegen Ajax, Feyenoord. Ja, dan was hij heel snel populair. Die wilde hard en snel veroverd van de fans. En dan wordt hij, Blaise Kufo, niet alleen de man van deze wedstrijd, maar de man van de laatste weken in de extra tijd vervangen. De held van FC Twente. De beker tegen NAC. Er staan denk ik heel veel supporters nog bij dat hij nog het veld in kwam als wissel. Ja, super sub. Even scoren, ronde verder en er weer uit. Hij kwam erin en eruit. Volgens mij 5 minuten of zo. Hè? Ja, hij kwam erin. Kufo is een bijzonder mens, hè, dat vooral. Het is een bijzonder mens, een heel intelligent persoon. Dat merkte je ook wel als je met hem sprak. Als voetballer eigenlijk een soort buitenbeentje. Kufo paste eigenlijk niet in de typische voetballer zijn. En hij is gewoon een heel ander persoon. En ja, weet je, Kufo is een mooi mens. Goud eerlijk. En een hart voor de club ook. Met het hoofd van Hansson. En Kufo krijgt die bal dan zo voor zijn voeten en haalt dan verschrikkelijk uit. En het is gelijk. Geen buitenspel voor Gerritsen. Nou, die kan Kufo op maat verdienen. Gerritsen, dat doet hij ook. Kufo. En die scoort de 2-0. En dan de wedstrijd voor ADO in het slot. Blaise Kufo.
Kufo erachteraan. Kufo met de kans op de 1-2. Blaise Kufo nu dan wel. Kreeg in de eerste helft al een levensgrote kans. Die was niet aan het besteed. Maar ook in de vierde wedstrijd tegen Utrecht scoort Blaise Kufo. Did you see the grow? And what did you see? Definitely, we. I'm talking about most of the players. We've been through a process that helps the club to grow, but also we as a player to grow, to perform better. We got better environment, better training, better coach, and for sure the goals become higher and higher. And as a player, you have to follow the expectations. From the club, the management, and for sure from the coaches through Fred Wooten, because I will say is really the one who started the process, yes. Maar heel goed gedaan door El Amadi, die door kan en de kans gunt aan Kufo. Jawel! Dan heeft hij zijn doelpunt dus toch snel te pakken, Blaise Kufo. Het zijn altijd processen. Kijk, René Eikenkamp was ook daar een onderdeel van. René was de spitsentrainer en René had zeker een hele grote bijdrage in de ontwikkeling van Blaise. Blaise, als de wedstrijden niet gingen zoals hij dacht dat ze moeten gaan, dan was hij de grote wereldverbeteraar. En dan ging hij overal lopen waar hij niet moest lopen. Dat heeft maanden geduurd voordat wij hem... Voor hem in de gedachte konden krijgen van jij moet wegblijven, daar maak jij de doelpunten. Kufo, nu wel alleen op Gomez af. Geen buitenspel en hij scoort en Twente staat voor met de eerste competitiegoal van 2006-2007. Het was niet een easy proces voor mezelf, voor mezelf, for sure, but. As a player, you want to play and find a way to please in certain way the coach, and it wasn't easy, but we've been through, and I think with time I was able to convince him that I'm the striker that he needed for his team. Willem II komt er maar niet uit. Bakir Cioglu toch ook weer helemaal vrij. Kufo en de goal. En het is weer Blaise Kufo die scoort voor FC Twente. Aissati, niemand pakt hem echt aan. Aissati, Kufo. Kufo onderweg naar 2-0. Dat moet 2-0 zijn, dat is 2-0. Meegeven aan Kufo. Kufo uit de draai en raak. 4-1 en de tweede van Kufo. The win against Ajax, do you remember? Yes, of course I remember. The playoffs, you mean, huh? Yeah. Yes, that period, it's amazing to realize that we were a little bit the team to beat. We gained a lot of respect from those top clubs, Feyenoord, PSV, Ajax, and we could be proud of this period of the time because we were a team very hard to beat. And also we knew that we could also win against those teams, yes. Kufo maakt geen fout en Twente staat naast Ajax. Een doelpunt van een man die toch al zo vaak scoort tegen de Amsterdammers. En in de 66e minuut is het 1-1 in Emmen. Hersie, goed gespeeld. Huizigens, Kufo op weg naar 2-1. Ja! Goeie goal van Twente. En zo buigt de formatie van Fred Rutte een 1-0 achterstand om in een 2-1 voorsprong. En weer is het Kufo. 10 minuten na de gelijkmaker. De uitstekende paas van Hersie. Goed werk van Huizigens. En een niet te missen kans voor Blaise Kufo. Hij is de kwelgeest van Ajax. Dat is hij al een jaar of drie en dat is hij ook vanavond. Twente staat op voorsprong. Vertongen en dan fluit scheidsrechter Haverkort voor het einde. Het is feest in Emmen. De supporters van FC Twente vieren de overwinning. Want voor de tweede keer dit seizoen
wint de ploeg van Fred Rutte van Ajax. En voor de tweede keer met de cijfers 2-1. Blaise Kouffo, de grote man met 2 doelpunten. Then you get your first big success with reaching the Champions League. What do you remember of that period? I remember our team was that performed very well. Players who could live well together on the field, at the training, and especially the day of the game, because that's where you have to perform. Suarez, en daar is de kans van Lindgren. Lindgren, Bosker. En ook die vierde minuut extra tijd zit erop. En zo heeft Ajax niet de voorronde Champions League gehaald. Maar FC Twente, en eerlijk is eerlijk, dat is ook de ploeg die daar het meeste aanspraak op mag maken. Over 2 wedstrijden beter. En zo neemt Fred Rutte met een geweldige prijs afscheid van Enschede. En hier Blaise Kouffo, de Zwitserse Congolees. Nummer 1 van de supportersvereniging, nummer 9 Blaise! Breedlachende Kouffo, die ook een mooie sportzomer ook te krijgen als international van Zwitserland op het Europees kampioenschap in Oostenrijk in Zwitserland. Ja, Enschede, Jeroen Heubach, die in de laatste playoffwedstrijden niet kon rekenen op een basisplaats, maar nog wel heel erg populair is bij de supporters van FC Twente, Jeroen Heubach. Jullie kregen ook een band, doordat jullie samen in de auto zaten. Kun je daar iets over vertellen? Ja, op een gegeven moment vroeg Blaise of ik hem op wil halen van huis. En ja, voor mij is dat geen moeite. Ik woonde vlakbij hem, maar hij woonde wel in Duitsland. Ik woon in Glanenbrug, dat is een klein dorpje bij de grens. En ik zeg, goed, haal ik je wel op. En daar heb ik hem vaker op gehaald. En meestal was voor me met uitwedstrijden. Maar het was een bepaalde band. En die band die kreeg ik ook in het veld wel met hem. Want op een gegeven moment weet ik gewoon van als ik de bal kreeg, van oh ja, daar moet Blaise de bal krijgen. En daar loopt hij naartoe. En dat is wel de dingen waar je een band mee krijgt met het spelen. Ruiz, Romero, die bal is binnen. En hij zit en hij telt. Op de valreep. Wint FC Twente dan toch. Then Steve McClaren came. What was your first impression when he came? No, I had a positive feeling, you know. For sure, when a new coach is coming, you never know if you will be able to play or not. But with the time, once again, as a player, you have to show that you can be a part of the team. And he brought more of his mental skills for any players. Managing, he's more a manager, I would say. And he invites players to take initiative, personality on the field, and leading. Those that's really the skills of Steve McClaren, from my point of view. Perez, meer en meer ruimte. Kouffo, raak. 1-0 voor FC Twente. Het is zijn 104e doelpunt in de Eredivisie voor de Tukkers. En nu is hij de topscorer aller tijden van de FC. Then the big success in 2010. Did you know at the start of the season we can win this league? No, we had a not easy period also. We lost some games we could have won. We lost a few points. But I think there's always a turning point during the season. And this turning point, we made sure that it was our time, and we kept going on winning, and we took the chance, the opportunity to make big things, and really I'm very proud about this achievement. Yes. Blond gaat fluiten. Blond ziet namelijk 90 minuten. De staf bijeen. Vorig jaar tweede, nu eerste.
Ik heb één wedstrijd gespeeld, dat was Europees uit. Ik wist dat ik ging stoppen met voetballen en ik wou gewoon nog een halfjaartje voetballen. En toen kwam NEC en toen heb ik die stap ook gemaakt naar NEC. Maar ja, ik wist van tevoren dat Twente kampioen zou worden. Met het kampioenschap en ook, toen kwam Blaise ook wel steeds bij me van ja, kom, je hoort erbij en dat soort dingen. Zo is Blaise dan ook wel weer. Zo'n beetje achteraan neer, zegt hij, je moet naar voren toe. We hadden wel een speciale band, denk ik dan. Hoe is dat gegaan met dat standbeeld? Topscorer alle tijden is sowieso de reden dat hij het kreeg. Supporters die op dat moment eigenlijk vonden van ja, dit is een dermate belangrijke speler voor FC Twente geweest. Zo vaak gescoord, zoveel betekent eigenlijk voor de club. En die man verdiende standbeeld. Ja, er waren natuurlijk heel veel discussies over of, dat, hè, of de mensen die leven nog een, ook daadwerkelijk een standbeeld moeten krijgen. Maar goed, er werd initiatief genomen en dat werd eigenlijk heel breed gedragen door heel FC Twente. En zodoende kwam er een standbeeld voor Blaise Koevo in Enschede. En wat dacht je van Blaise Koevo? My expectation was to come, playing a couple years and maybe finding a better club or a bigger club, let's say. But life didn't happen like expected for different reasons. But I will never change that, honestly. It's great, even today, I'm still in some way involved in this club, and now it's really a huge achievement. I think a lot of players around the world will be happy to be in my position, I would say.